Hey, hallo daar. Welkom bij weer een nieuw deel van de Bluebell-familie. Vandaag een ander filmpje als anders, want ik wil het huis gaan verbouwen en helemaal plat gooien. Want onze grote vriendin Erika is zwanger van ongeveer 3 tot 6 maanden, dus er komt natuurlijk een baby. En daarnaast wil ik, ja, gewoon dat... Heel veel van jullie willen dit gewoon heel graag zien. Hebben hierom gevraagd. En ik dacht, weet je, het wordt tijd voor een ander huis. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga even het, nou ja, alle Sims uit het huis doen. En dan ga ik het huis plat gooien. En dan gaan we hem opnieuw opbouwen. En het kan zijn dat dat alleen in deze aflevering is. Maar het kan ook zijn dat ik volgende week nog verder ga met bouwen. Het ligt eraan hoe lang ik erover doe. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Even een andere video als anders. En ik kom bij jullie terug als ik de kavel plat heb. Oké, dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb de hele kavel leeggemaakt. De tuin laten staan met het graf van Travis. En ik heb er nu dit opgezet. Benedenverdieping, bovenverdieping. 15 tegels lang en 12 tegels breed. En dit is waar ik het mee moet doen. Ik dacht, ik ga dit niet filmen, dat stukje, want wauw, ik zet even wat tegels neer. Dat is niet zo boeiend, volgens mij. Daarnaast heb ik nog dit bedrag over. 17.000 euro is het eigenlijk. Simleon, sorry. En ik heb daar nog allemaal planten en zo verkocht en vissen om het geld bij elkaar te krijgen. Dus hier moet ik het mee doen, want ik wou eerst 1 keer motorloaden gaan doen. Omdat heel veel van jullie altijd zeggen, cheat nou eens. Doe nou, cheat nou eens. En ik ben niet zo van het cheaten. En ook nu eigenlijk weer niet. Want als ik motorloaden doe, dan heb ik meteen het doel van Erika behaald. En dat is voor 50.000 simleons een huis bezitten. En ik vind dat zonde. Dan denk ik, nee, dat ga ik echt niet doen. Want dan heb ik het doel meteen behaald zonder er iets voor te doen. En dat vind ik gewoon zonde. Dus we moeten het echt hiermee doen. Ik heb wat spullen gehouden, zoals ik heb het computer met het bureau en de stoel en de fitnessapparaat heb ik gehouden. De schildersezel heb ik behouden. Gewoon eigenlijk de belangrijkste dingen voor de familie. Dan had ik dit er allemaal... Dit heb ik gekregen. Dus ik moet hier ook dingen van gaan gebruiken en niet zomaar alles kopen. Ja, let's go. We gaan eerst natuurlijk het huis een kleurtje geven. En even kijken. Ik vind dit wel mooi. De stenen zijn goed, maar dan dat hout. Ja, nee, dit wordt hem ook niet. Nou, ik ga deze doen, denk ik. Zal ik hem toch lichter maken? Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dit vind ik mooi, hè? Ja, oké, het hele huis is nu betegeld en het dakpatroon... Zo. Ja, dit vind ik wel mooi. Oké, voordeur. Even kijken. Ik denk dat we voor bruin gaan. Ja, of wit. Lastig. Kan ook nog zo. We gaan voor deze. En terwijl ik het huis een beetje maak, misschien is het wel leuk om op een beetje een persoonlijk update te doen ook. Want er is weer veel gebeurd de afgelopen weken. In mijn kleine leventje.
Het allereerste wat ik wil vertellen is dat ik waarschijnlijk in april klaar ben met mijn stage. Ik heb afgelopen week een stagebeoordeling of tussenbeoordeling gehad en die was goed. Dus ik was heel erg blij en opgelucht, want nu kan ik hopelijk in mei, eind mei afgestudeerd zijn. Hoop ik. Ik ga mijn best doen om het eind mei te laten worden. Misschien dat het wat langer gaat duren, maar... Nou ja, in elk geval, ik ga echt goed op weg en ik ben echt blij, want afstuderen was wel echt het hoofddoel van dit jaar, zeg maar. En ja, dus daarmee ben ik gewoon... Ik vind deze mooi. Ja, maakt me gewoon echt heel erg blij dat ik dan nu eindelijk kan gaan afstuderen. Dus... Ja, bedankt allemaal voor jullie mensen die zeggen... Wauw, tof dat je dit allemaal voor ons doet terwijl je nog gewoon studeert. Ik moet ook zeggen, het is echt super druk. Maar ik weet nu gewoon, de laatste loodjes die komen eraan. En nou ja, dat scheelt gewoon een hoop voor mij. Zeg maar. Tenminste, ik ben er blij mee. En het volgende leuke nieuws wat ik heb is dat... nou, zoals sommige van jullie weten woon ik weer bij mijn ouders. Ik heb altijd op mezelf gewoond in Zwolle op kamers. Ik ben daar toen weggegaan omdat ik bijna niet meer op mijn kamer woonde. En ik het zonde vond om huur te gaan betalen aan een kamer als je daar toch niet bent. En... nou ja... Ik mag hopelijk in juli in mijn eigen huisje. Er worden nu huisjes gebouwd in het dorp waar ik graag wil wonen. En ik ben uitgeloot en een gesprek gehad. En toen was ik... nou, ik mocht het huis zeg maar hebben. Dus ik was echt mega blij. Ik had het echt niet verwacht. Dat ik dit jaar al een huurhuisje in kon. En het is wel heel duur. Een heel duur huurhuisje. En ik moet ook heel hard werken om dat allemaal te kunnen gaan betalen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken allemaal. Ik ben er in elk geval echt super blij mee. En het is gewoon een fijn vooruitzicht dat je gewoon weet dat je straks op jezelf kan. Oké, dit is best wel een grote oppervlakte. En we gaan een grote badkamer doen. Die komt hier. En eigenlijk wil ik dit open maar houden als keuken en woonkamer en studeerkamer. Dat lijkt me wel mooi. En zo bespaar ik ook geld voor de muren en zo. Oké, dan bovenin. We moeten echt kijken hoor, want dit wordt een slaapkamer. Zo, een volwassen slaapkamer met een kinderslaapkamer of andersom. En dan wil ik eigenlijk hier hetzelfde. Een volwassen slaapkamer. Ja, hoe ga ik dit indelen, jongens? Kinderkamer. Oh. En één grote badkamer. Even kijken hoor, we doen er deuren in. Ja, hier een deur. Hier een deur. Hier een deur. Hier een deur en hier een deur. Want ja, dan gaan ze maar met twee op een kamer slapen of zo. Oké, vloer. Ik hou van laminaat.
Dus dit wordt sowieso laminaat. Tegels in de badkamer. Nee, ik vind deze denk ik mooi, hè? Jammer dat dat dan... Dit dan. Oh nee, dit wordt maar een beetje te... Deze vind ik mooi. En... In de hal... Ik vind steen eigenlijk best wel leuk. Of linoleum. Nou, laten we maar gewoon voor hout gaan. Dit vind ik wel mooi. Oké. Tegels in de badkamer. Oké, we doen dezelfde, alleen dan in een ander kleurtje. Vloerbedekking. Doen een roze. Doen een geel. We doen... Een blauw en laten we grijs nemen. Dan in de hal. Nee, is te licht. Oh, dit kan ook. Ja, doen deze laminaat. Muurpatronen. Kijk hoor. Ik vind deze mooi voor in deze badkamer. Dan wel een ander kleurtje. Ah nee, blauw is op zich ook wel mooi. Die was niet zo duur. Kijk in de woonkamer. Deze vind ik echt heel erg mooi. En dan doen we in de hal. Zo. Kijk hoor. Ik wil ook niet te duur. Deze vind ik wel mooi voor in de... Deze kamer. Dan hebben we natuurlijk ook nog gewoon verf. In pasteltinten. Ik ben echt dol op pasteltinten. Ik hou echt serieus heel erg van pasteltinten. Hier mintgroen. En we doen... blauw. Alright. We hebben niet heel veel geld meer over. Dus we gaan nu het belangrijkste doen. En dat is gewoon de ruimte inrichten in wat we nodig hebben. Oh, je moet nog een deur. En jongens, nogmaals, ik ben echt geen goede bouwer of zo. Ik ben er gewoon niet zo heel goed in. Ik weet ook niet hoe het kan. Ik ben er gewoon niet goed in. Laten we het daar maar op houden. En voor de mensen die zeggen, wow, wat een grote ruimte. En dan kun je dan niet opvullen. Jongens, ik hou van grote ruimtes. Dit is een groot gezin. En ik vind dat ze dan al alles nou dichtbij moeten hebben.
Nee, een andere kleur nu. We gaan voor... Ja. Deze. Boven ook. Ziet er nu echt nog heel saai uit. Maar ik heb ze nu allemaal een baan gegeven. Dus er komt nu veel meer geld binnen. Het komt echt allemaal goed. Het wordt echt wel mooi uiteindelijk. Ho, ik heb zelf een spiegel. Twee zelfs. En ik heb vier van deze lampen. Kijk eens eventjes. Hier kan ik gewoon... deze ruimte mee vullen. En ik moet ook nog ramen, zie ik nu. Dus laten we ook maar even ramen gaan doen. Ramen. Ik vind dit mooie ramen. Dan hier ook nog twee. Ik hou van een licht huis namelijk. Alright. Dit vind ik mooi. En dan doen we... even kijken hoor. Zo. Andere raam. Nee, is niet mooi. In elk geval hier doen we één. Ik vind het mooi als het zo tegenover de ramen staat en dan daarboven doen we niks. Of nou ja, zo kan eigenlijk ook wel. Yes! En dan die bovenste doen we niet, want ja, dat ziet er wel mooi uit. Maar er komt toch niemand in. Oh, kijk eens, mooi. Oh ja, dit is niet handig. Doen we die gewoon weg. Hoe heb ik dat boven? Heb ik die ook in de... ja, twee ramen in de badkamer natuurlijk. In badkamer heb je liever geen ramen. Dus kan iedereen je zien staan. Alright, ik had volgens mij nog meer lampen. Dit vind ik een mooie lamp voor aan de buitendeur. Plafondlamp voor kinderen. Ik weet niet eens meer hoe ik daar aan gekomen ben. Komen ze hier wel goed van pas? Ik ben bang dat ik toch geld moet gaan cheaten, want ik kom ons nooit rond. Terwijl ik had een huis ter waarde van 30.000 euro, maar ik heb maar 20.000 teruggekregen. Alright. Wij gaan verder met de keuken. Dit is de keuken. Ja, dit vind ik wel mooi. We gaan voor deze. Drie, vier. Een hoekje.
Oh, dat moet ik niet hebben. Ik vind die mooi. Vind je dit mooi? Ik vind het niet mooi. Een binnenstuk. Deze moet ik hebben. Nee, ik vind het echt niet mooi. Ik wil gewoon nog een klein stukje eraan. Maar dat wil niet, dan zo'n stuk. Zo, groot aanrecht. Zo, fit. Ik vind het altijd leuk als je je handen kan wassen, maar dat je dan naar buiten kan kijken. En dan doen we deze eruit. En dan doen we eruit voor de neus. Koelkast. Zo. Ja, ik moet echt geld gaan cheaten. Ik doe het gewoon steeds per 1000 euro. Ik doe eerst maar 5. Oh, oeps. Ik wil soms sneller dan mijn computer wil. Oké. Afzuigkap. Mijn magnetron nodig. Dit is een cupcake machine. Ook wel tof. Koffiezetapparaat. Oh nee, deze moet ik hebben. Oh nee, dat is ook een cafeïnemachine. Dan hebben we dit nodig, zo. Lampen doen we daarna wel. Dan gaan we door naar de eetkamer. Oh nee, lichter, want we hebben een lichte, of dan hebben we al zo'n groot huis. Zo, eigenlijk wil ik graag een barretje, maar laten we maar eerst gewoon voor stoelen gaan. Zo. En dan heb ik nog een lamp. Zo. Doen we even weg. Het is een prijzenkast van bekers. Die hangen we daar. Even kijken. Even een beetje een schilderij of zo. Appels zijn gezond, dus. Oh nee. Ook niet mooi. Waarom is het niet mooi? Ja, die mooie zijn zo duur. Maar dan doen we alleen maar die maar. Oké, woonkamer. Zo, tv. Heb ik nog een tv in mijn inventaris? Nee.
tapijtje erop. En ik wil een grote bank. Dit vind ik wel een mooie. Zo, en dan doe je nog losse stoelen. Deze moet ik hebben. Zo. Lamp. Deze mooie. Zo. Het is maar klein, maar het is wat. En kijk, ik heb natuurlijk mijn computer nog gewoon. Die zetten we neer. Bureaustoel en de computer zelf. Oh, nou, ik weet niet wat ik daarmee moet, dus die hou ik hier maar. Die moeten denk ik naar boven. Zo, de spullen daar maar even naar boven. En schildersezel. Die kan in de woonkamer. Slaapkamer. Kijk hoor. Het veldbed. Nou, sorry, ik vind het bed mooier. Dus we gaan toch maar voor een wat duurder bed. En dat is weer geld cheaten. Verdorie, beetje jammer dat ik dit moet doen. Oké. Oh nee, dat is met een roze kamer. Zo. En dan moeten we een slaapkamer voor één bed. Zo. En dan kan je hier alsnog een bed neerzetten. En we moeten een babykamer. Een wiegje. Ik weet niet of het een jongetje of een meisje wordt, maar het wordt gewoon een blauwe kamer. Hierboven. Zo. Oh, dit prikbord vind ik zo leuk als ze tieners of kinderen zijn. Meer hebben we eerst ook nog gewoon eigenlijk niet nodig. Lampen. Ik ben van die hanglampen. Even kijken. Het is echt erg, maar ik vind deze lampen zo makkelijk.
ik ze echt overal in doen. Had ik hier nou lampen of was dat in die andere? Zo. Lampjes. Nou, en ik heb nog een beetje geld over. Dus we kunnen nog een mooie klerenkast doen. Kim de kamer alvast wat meer opleuken. Zo. En beneden in de woonkamer kan nog wel een boekenkast. Leuk vloerkleed. Zo. En ja, ik vind het zo eerst wel goed. Misschien vinden jullie het wel helemaal niet mooi. Maar ik ben tevreden. Ik vind het leuk geworden. Het is gewoon... Nou, die kan ook wel weg trouwens. Hartstikke simpel. Maar prima voor eerst. Ze kunnen hier best van in leven. Zo, jullie hebben een nieuw huis. Sorry jongens. En ik weet dat Travis straks naar zijn werk moet, maar... Hij kan alvast de wc even uit gaan proberen boven. En dan hier de wc... En zij moet gewoon heel veel gaan schilderen. Want haar werk is ook als schilder. Hey, do you like your house? Ik vind het best wel mooi. Ik ben wel tevreden geworden. So simple as hell. Nou, lekker sporten. Erika, haar blaas. Ja, als je zwanger bent, dan heb je echt moeite daarmee. Ben je aan het doen, Huub? Op het web aan het surfen. Jij kan alvast wel even weer een schilderij maken. Een grote. Tien uitstekende schilderijen. Even Luna. Oh. Lynn is nog steeds heel erg verdrietig. Huub moet ook over een uurtje werken. Nog even een snelle maaltijd eten. Yoghurt. Even kijken hoor, wat is zijn koken? Nog maar één. Nou, dat geeft niks. Ideale stemming is energiek. Rapporten invullen. Ja, maar hoe doet ze dat dan?
Oh, gewoon niet waarschijnlijk. Oh. Wat is zijn drinken dan? Oh, gekalmeerd. Maar ik had ook. Wat dom, ik had het aangezien als. Maar het is thee, magie. Ah ja, thee is goed. Kijk. Kijk, we hebben al veel meer waarde als wat we eerst hadden. Maar ze zitten dus bijna 15 kunstwerken bezitten. Wow. Oh my. Dit is de pop art. Oh, vet tof. Deze is echt vet mooi. En ik hoor steeds mensen zeggen. Ja, als je hem inlijst, dan komt er meer geld. Dus we gaan het doek inlijsten. En aan de kunstgalerie verkopen. €120. Nou, best oké. En nu gaan we hetzelfde schilderij maken. Oh nee, we gaan een zelfverzekerd schilderij maken. Dat is leuker. Maar ik wil nog een keer hetzelfde schilderij maken. En dan zonder inlijsten en kijken hoeveel geld je er dan voor krijgt. Volgens mij wordt dit een langer filmpje dan gepland. Maar ach, wat maakt het uit? We gaan even vertellen dat we zwanger zijn. Misschien weten ze dat nog niet. Carl, Hibby Chib, Yixofles. Oeh, ze mag de baby voelen. Burl Pando? Washinoi. Samzo. Betessa Yishira? Yep. Reinek. Zo. Oh, zo mooi is dat. Krifoba. Verbe. Aspa. One G. Oh, I'm nervous. Yuya. Ze kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat voor schilderij heeft ze gemaakt? Oh, ik vind hem nice. Oké. We gaan hem nu niet inlijsten. Hey, ik kan de emotie aura erop inschakelen. Aan de kunstgalerie verkopen. 309. Bang. Doorgaan met pannenkoekenbakken. Yeah, niveau 4. Oh ja, willen we even kletsen. Ah, ze willen ook douchen. En de wc kan verbeterd worden. Zelfreiniging doen we gewoon. Trollen op een fora. Oh, wat erg. Kweba Wimp Ziffel. Oh, down. Nee, we gaan geen grappen schrijven. Wow, goed bezig, Lin. Je kan de koelkast verbeteren. Laten we dat ook maar meteen doen. Oh, als ze zwanger zijn, zijn ze zo snel moe, hè? Misschien moet je eerst even stomende douche nemen. En dan wachten. Jee, River is er weer. Hij heeft niet zoveel geld verdiend. Nou, lekker even tv kijken. Dat is ook echt zelfverzekerd. Nice. Koken en dan gaan we
Een gefrituurde vis. Erika, die ligt. Nou, lig je weer in dat bed. Ga eens in dit bed slapen. Jij gaat ook naar bed. Zij gaat rouwen. Oh, zo sneu eigenlijk, hè? En dan laat je je vis voor staan. Iedereen aan tafel roepen. Zo. Nibor. Ja, boya. Even aan het eten, want jij hebt echt wel honger. Zidi Jalurbo. Befallen not. Grinoy for Baba Ronnie. Pip is ook nog steeds aan het werk. Melpa. Geïnspireerd is de beste. Ka. Zie Panark. Jumamoes. Oh. Oh, Nalibet. Bless him, eh? Hij nog even naar de wc. Sure, Ayla. Hey! Wow, Travis is boos. Slapen. 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 En ze ligt al in het goede bed. En ja, hiermee wil ik het filmpje afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Dus een keer wat anders. Een klein beetje bouwen. En ja. Ik hoop dat jullie het nieuwe huis leuk vinden. En hey, bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!